Ja, Jeroen, uh, ik heb het tegen Standaar ook gezegd. Dat was, uh, ja, je hebt ze laten bibberen en beven tot de laatste minuut. Ja, bibberen en beven tot de laatste minuut. Alleen de eerste helft was volledig voor Standaar. Uh, dat moeten we allemaal toegeven. De twee goals die ze maken was gewoon afgewerkt. En dan uh, van met de rust eigenlijk, er terug in geloven. De goal viel op een goed moment voor ons. En uh, dan, ja, dan, dan heeft ze daar eigenlijk heel weinig kansen nog bij elkaar gevoetbald. Toch veel minder dan de voorbije matchen tegen ons. Het was een, een, ja, een zenuwachtig gedoe hè, van, van hen uit dan. En ja, die bal op de paal dan, hè. het zou voor jullie dan o oh zo mooi geweest zijn. Ja, uh, bal op de paal. Maar niet alleen die bal op de paal. We hebben een paar mooie kansen gehad. Uh, ik denk dat Inke, Lauren, Stef. We hebben allemaal wat kansen bij elkaar gevoetbald. En als daar. Ik denk als we bovenaan de rangschikking staan, dan zit zo, een van die ballen zit dan wel. En nu staan we onderaan de rangschikking en dan, dan heb je het altijd wel moeilijker. Ja. Uh, schitterende Hanne van der Goor vandaag. Ja. ja, zij speelt elke week een wedstrijd. En hetgeen wat ze nu laat zien en ook uh, als echte kapitein de groep opheppen, uh, dat, dat is schitterend. schitterend om mee te werken als trainer ook. Uh, tot slot, er was uh, vorige week, uh, wanneer jullie uh, de winst gaan halen zijn op tien, was er dan die, ja, toch wel voor jullie belangrijke meeting hier op de club. Uh, ik heb begrepen dat daar voor jullie alvast uh, goed nieuws is uitgekomen, hè, want jullie trekken vol op de kaart van, uh, van de Super League. Van heist uit ook vol op de kaart van de dames. Dus ze gaan voor een ploeg in de Super League en dan uh, proberen ze daar zeker en vast mee verder te bouwen. Ja. Ik heb begrepen dat er uh, nog teams zouden bijkomen. Ja, um, we zouden gaan voor... Uh, of hij zou wel eens proberen te gaan voor een ploeg één in Superleague, het hoogste niveau. Wat ze zeker wil behouden. En dan een ploeg in Provinciale. En eventueel nog een ploeg of in Provinciale bij of voor jeugd. Het is misschien nog wat vroeg, maar hoe ziet jouw toekomst eruit? Is daar al duidelijkheid over? Uh, duidelijkheid nog niet. Dat is op dit moment nog een vraagteken. Uh, maar ja, ik bekijk een beetje de opties die dat er komen. Ik probeer me nu vooral te concentreren. Op het seizoen, sowieso. En uh, op de cursus, ik ben nu mijn UFA-cursus ook aan het volgen. Ik probeer daar wat verder uh, mijn aandacht aan te schenken.